Gaat u maar zitten. Lieve mensen, fijn dat jullie met zoveel gekomen zijn om vandaag afscheid te nemen van Johan Mol. Allereerst Henny en zoon Anko met Monique en de kinderen Jos en Luca en Ander en Marieke met Lennart. Verdere familieleden, vrienden, buren, kennissen, mensen uit de zorg of op welke manier je ook maar verbonden was met Johan, gemeenteleden uit de Plantagekerk. We zijn hier om afscheid te nemen van Johannes Mol. Hij is thuisgekomen. Wij blijven achter met gevoelens van verdriet en dankbaarheid. En ik hoop dat dit samen zijn ons allemaal troost en hoop geeft. En ook nu zeggen wij dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Wij geloven dat God met zijn zegen in ons midden is. We gaan direct beginnen met zingen. Dat vond Johan prachtig. Het orgel zal volop klinken vandaag. Dat vond Johan ook prachtig. En ik stel voor dat we de eerste psalm ook staande gaan zingen. Psalm 68, vers 10. Zullen we nu samen bidden? Onze Vader in de hemel, u die de levende bent, ook als wij de dood in de ogen kijken, wij zijn er dankbaar voor dat we vanmorgen zo samen kunnen zijn op een plek waar Johan en Henny graag waren, de kerk, de Plantagekerk, de plek waar de gemeente samenkomt, en waar we u lof brengen en waar we uw woorden horen. Wij danken u voor de hulp en de genade die u Johan zijn hele leven hebt gegeven, samen met Henny en de kinderen en de kleinkinderen. Wij danken u dat hij erop vertrouwde dat hij door de dood heen thuis zou komen bij u. Dat troost ons en dat maakt het afscheid ook draaglijk. Maar het is tegelijk ook zo verdrietig dat Johan niet meer bij ons is. Dat er een lege plaats is gekomen die niet opgevuld kan worden. Heer, wij danken u voor wie Johan was. Allereerst een kind van u. Gelovig, vertrouwend op Jezus, zijn verlosser. Wij danken u voor wie hij vol liefde was
voor Henny en voor Anko en Monique met Jos en Luca en Ander. En voor Marieke en Lennart. Wij danken u voor wie hij was voor ieder van ons die hier is. Elk op een eigen manier waren we met hem verbonden. Wij danken u dat we herinneringen kunnen ophalen. Dat we woorden van troost kunnen horen. Dat we kunnen musiceren en zingen. En wij vragen aan u, geef ons dat uw liefdevolle en troostende aanwezigheid door ons kan worden ervaren in deze dienst. Dat onze tranen er mogen zijn, maar ook onze lach, onze herinneringen, onze hoop, onze dankbaarheid voor alles wat u gaf en wat u geeft. Dat vragen we door Jezus, onze Heer. Amen. Marieke en Anko, jullie komen naar voren om herinneringen te delen. Marieke alleen. Wij willen als gezin graag samen met jullie wat herinneringen ophalen. Een stukje levensloop. Papa is na zijn schooltijd aan de slag gegaan in de orgelbouw. Een werkervaring die hem nooit meer heeft losgelaten en hem een grote voorliefde voor kerkorgel en kerkmuziek heeft opgeleverd. Die liefde voor muziek is als een vonk ook op ons als kinderen overgeslagen. We hadden in onze jeugd altijd een goede muziekinstallatie in huis met een enorme stapel LP's. In die tijd was er nog geen Spotify en luisterde je als kind meer mee met de muziek van je ouders. In ieder geval op zondagochtend. Uit de kerk werd dan vaak aan het eind van de ochtend een borrel ingeschonken en werd er een LP opgezet. Vaak kwam er dan orgelmuziek op te staan. En als er dan een stevige passage voorbij kwam, dan werd de geluidsinstallatie hard gezet en stond papa uitbundig dirigerend in het midden van de kamer. Die voorkeur voor harde muziek blijkt erfelijk. Na een korte periode ook nog bij de IJsselcentrale gewerkt te hebben, solliciteerde papa bij de Gereformeerde Sociale Academie, de GSA. Een beroepsopleiding die later op zou gaan in wat nu de Hogeschool VIA is. Hij startte daar als conciërge en is uiteindelijk met pensioen gegaan als leidinggevende van de facilitaire dienst. Met veel plezier en inzet heeft papa daar de rest van zijn werkzame leven gewerkt. Het contact met collega's en studenten was warm en er ontstonden veel langdurige en soms levenslange vriendschappen. Privé zette papa zich veel in de kerkelijke gemeente hier in de Plantagekerk. We herinneren ons veel kerkraadwerk, maar ook veel werk voor de orgelcommissie. Een rol waarin hij met passie voor het orgel weer kwijt kan. Wij herinneren ons dat we met regelmaat mensen te logeren hadden. Soms familie, maar vaak ook mensen die we als kinderen niet kenden. Het bleken mensen te zijn uit onze omgeving of kerkelijke gemeente die om een of andere reden vast waren gelopen en tijdelijk onderdak nodig hadden. De deur stond altijd open. En als iemand hulp of onderdak nodig had, konden ze onvoorwaardelijk bij papa en mama terecht. Zo was papa ook vaak op pad. Het was in die tijd heel gewoon dat je als ouderling in de kerkraad 3 tot 4 avonden in de week aan kerkzaken besteedde. Als kind riep dat dan wel eens de vraag op waarom je zoveel tijd zou besteden aan dat soort zaken. Maar later als we ouder werden, kwam het niet zelden voor dat als je jezelf voorstelde, we de vraag kregen of Johan Mol dan ons vader was. En dan volgde er een verhaal over wat papa voor iemand betekend had. Op die momenten besef je als kind met trots dat papa niet alleen weg van huis was, maar dat hij er was voor anderen. Een andere mooie herinnering zijn onze vakanties. Het vaakst gingen wij als gezin op vakantie op een camping in Hardenberg, de Rezenkamp, een goed gereformeerde camping waar wij de gelukkige huurders waren van een seizoenplaats.
Zo kon het maar zo gebeuren dat we naast Jos Dauma met zijn ouders op de camping stonden. We hebben ook het idee dat papa onder andere om dat stukje gedeelde geschiedenis een wat persoonlijke band voelde met Jos, die later voorganger werd in deze gemeente. Als kind in de puberteit is zo'n gereformeerde camping met zondagavondzang niet per se de mooiste herinnering. Maar wat deze herinnering mooi maakt is dat papa en mama er helemaal in hun element waren. We herinneren ons papa die wekenlang met ontbloot bovenlijf zich te goed deed aan het campingleven. In die vele gezellige late uurtjes met de vaste gasten zijn ook een paar goede vriendschappen ontstaan. Later, toen papa met pensioen ging, hebben papa en mama veel tijd besteed aan hun kleinkinderen. Ze genoten met volle teugen van het oppassen en de kleinkinderen hielden hier naar eigen zeggen mooie herinneringen aan over. Papa en mama hielpen ons als werkende ouders uit de brand. Maar vooral ook zijn we dankbaar dat er in die periode mooie herinneringen zijn gemaakt. Bij opa op de nek treinen kijken, samen achter het orgel muziek maken, naar de kinderboerderij, uitjes naar de intratuin en zoveel koeken en ranja als je maar wilde. Op een gegeven moment werd duidelijk dat het oppassen steeds zwaarder werd voor papa. Hij kreeg fysieke klachten en later werd er Parkinson bij hem vastgesteld. Er brak een moeilijke periode aan. Het oppassen werd onmogelijk en ook andere bezoekjes werden minder en lastiger. Er werd besloten om ons ouderlijk huis aan de Meidoornstraat te verkopen. Papa en mama verhuisden naar een appartement in Stadshagen. Ze hebben daar nog een aantal jaren kunnen genieten van die plek. Maar de gezondheid van zowel papa als mama ging verder achteruit. Het frustreerde papa dat hij steeds minder kon. Papa genoot altijd van bezoekjes, feestjes en gezelschap. We herinneren ons als kinderen veel verjaardagsfeestjes waar papa met zijn eigen humor vaak zorgde voor gezelligheid en gelach. We hadden het idee dat die grappen naar mama's smaak na een paar drankjes soms net iets te plat werden. En ze probeerden van de zijlijn dan wat bij te sturen. Wat meestal niet het gewenste effect had. Het werd steeds moeilijker om die sociale contacten waar hij zoveel energie van kreeg te onderhouden. Papa en mama's sociale kring werd kleiner en het zelfstandig wonen werd lastiger en op een gegeven moment zelfs onmogelijk. We zagen dat papa zich vooral zorgen maakte om de gezondheid van mama en mama maakte zich zorgen om papa. Toen papa niet langer thuis kon wonen, werd een moeilijk besluit genomen. Papa werd noodgedwongen opgenomen in een verzorgingshuis en mama bleef achter aan de werkenlaan. De zorg voor papa was nu goed geregeld, maar het onderling contact was lastig. Ook vanwege de gezondheid van mama. Ook voor mama bleek dat zelfstandig wonen op een gegeven moment niet meer mogelijk. Voor mama was dat een verdrietig bericht, omdat ze afscheid moest nemen van haar thuis aan de werkenlaan. Het geluk bij het ongeluk echter was dat mama ook in het zonnehuis kon wonen. De plek waar papa op een andere afdeling verzorgd werd. Op die manier werd het voor mama het afgelopen jaar mogelijk om zelfstandig papa te bezoeken wanneer ze maar wilde. Iets wat we eerder niet meer voor mogelijk hielden, bleek zo'n geschenk uit de hemel. Papa, je hoeft niet meer te zorgen. Een zin die de laatste jaren vaak door ons hoofd ging. Een zin die we soms ook tegenover papa uitspraken. Een zin die betekende dat dingen niet meer gingen zoals ze vroeger gingen. Als we zagen dat simpele dingen steeds moeilijker werden voor papa. Maar vooral ook een zin die papa als persoon typeerde. Papa zorgde voor iedereen om hem heen. Voor mama, voor ons als kinderen, voor zijn kleinkinderen, ouders, broers en zussen, vrienden, gemeenteleden, collega's en ga zo maar door. Hij was geen man van veel woorden als het om hemzelf ging. Het ging eigenlijk nooit over hemzelf. Hij bracht zijn gevoel niet of nauwelijks onder woorden, in ieder geval niet tegenover ons. Maar we hebben desondanks nooit getwijfeld aan zijn aandacht of liefde voor ons. Papa was geen man van woorden, maar een man van daden. Hij stond klaar voor iedereen, vaak al voordat je het kon vragen. Papa hoeft niet meer te zorgen.
We lezen nu uit de Bijbel, Openbaring 21, vers 1 tot 7. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Laten we een lied zingen over het Nieuw Jeruzalem. Lieve mensen, wat een vreugde zal dat zijn. Dat lied moesten we in elk geval zingen, zei jij, Henny, toen we vorige week woensdag de dienst aan het voorbereiden waren. Wat een vreugde zal dat zijn. En dat lied over het
Nieuwe Jeruzalem, dat is ook een heel mooi lied. En als ik bij jou en Johan was in het Zonnehuis, dan lazen we altijd uit de Bijbel en regelmatig lazen we ook Openbaring 21. En ik weet nog dat Johans ogen dan straalden. En er waren soms ook tranen, want het raakte hem ook. Dat Nieuwe Jeruzalem, de hemel, de woonplaats van God en ook van Gods kinderen die gestorven zijn. En we geloven dat Johan daar nu thuis is. Dat geeft troost. En er was vorige week maandag ook opluchting dat jouw lieve man en jullie lieve vader en opa niet langer hoefden te lijden. Want de laatste maanden en jaren waren zwaar. Opluchting. Maar intussen missen we Johan wel. En we missen ook iets van wat van God zichtbaar werd door Johan heen. Want dat is het mooie van mensen. In elk mens wordt iets zichtbaar van God. Want we zijn geschapen naar het beeld van God. En ieder mens, zou je kunnen zeggen, beleidt God voor de mensen. Alleen al door de mooie eigenschappen van God die we ontvangen en uitdelen. Jullie trouwtekst was: een ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn Vader die in de hemelen is. Dat is een uitspraak van Jezus. En bij het beleiden denken we dan al snel aan woorden. En dat is natuurlijk ook mooi. Als je goede dingen zegt over Jezus, of dat je zo spreekt met mensen dat ze zich gehoord en gezien en gewaardeerd voelen. Maar er is ook een bekende uitspraak die wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi: verkondig het evangelie, desnoods met woorden. En daar moest ik aan denken, nu jullie zeiden en Marieke verwoordde dat: papa was geen man van woorden, maar een man van daden. Ja, hij verkondigde het evangelie door zijn daden. Maar misschien mag ik het nog iets anders zeggen. Hij verkondigde het evangelie door hoe hij was. Hij liet Jezus zien door zijn mooie eigenschappen. Hij beleed de naam van zijn Heer door zijn deugden. En daar kan ik een heel mooi rijtje van maken. Zijn gastvrijheid, samen met jou, Henny. Want gastvrij, dat kun je niet in je eentje zijn. Zijn zorgzaamheid, zijn hulpvaardigheid, zijn zachtaardigheid, zijn betrokkenheid, zijn humor, zijn aandachtigheid, zijn vriendelijkheid. Die kan ik me trouwens ook nog goed herinneren van camping de Rezerkamp, waar het inderdaad behoorlijk gereformeerd was, maar toch ook heel gezellig. En daar hadden wij als gezin, mijn ouders en hun vier jongste kinderen, echt een heel vriendelijke buurman. Johan Mol met ontbloot bovenlijf. Maar dat herinner ik me pas weer nu jullie dat zeiden. Maar dat is toch mooi, al die prachtige eigenschappen. En als ik bij jullie was, Henny, dan zag ik ook altijd jullie diepe en liefdevolle verbondenheid met elkaar. Zoals jullie naar elkaar konden kijken en elkaars hand vasthouden. Liefdevolle verbondenheid. En dat tillen we vandaag ook echt even op, dat dat zo mooi is. En ook mooi dat juist jullie trouwtekst dan tot klinken wordt gebracht. Een ieder dan die mij zal beleiden voor de mensen. Dat deed Johan, dat deden jullie samen. Op de manier die bij jullie paste. En daar hebben heel veel mensen van genoten. Er zijn voor anderen zorgzaam, vriendelijk, gastvrij. Ja, daarin was Johan Mol echt een man geschapen naar het beeld van God. En daarin zit voor ons allemaal ook een uitnodiging, nu we terugblikken op het leven van een geliefde man. De uitnodiging om zulke waarden ook te koesteren. In ons vaak overvolle en snelle en drukke leven kunnen zulke waarden ook zomaar wat naar de achtergrond verschuiven. En daarom is het goed om op een moment als dit
als we ook allemaal herinnerd worden aan onze eigen sterfelijkheid, om even te vertragen. En ons te herinneren wat de waarden zijn die het leven kostbaar maken. De waarden die het leven glans geven. Vriendelijkheid, gastvrijheid, zorgzaamheid, hulpvaardigheid, verbondenheid. Allemaal uitingen van liefde. Van de liefde die we allereerst van God zelf ontvangen, die liefde is. Wat een vreugde zal dat zijn. Dat is een toekomstige werkelijkheid waarvan we toch hier op aarde ook al kunnen proeven, maar dat zal altijd onaf en kwetsbaar zijn, imperfect. En daarom is het ook zo belangrijk om ons de toekomst te herinneren, zoals dat gebeurt in Openbaring 21 en in dat mooie lied dat we zongen. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Dat is nu werkelijkheid voor Johan. Daar zag hij naar uit. En er klinkt ook een stem. Alles maak ik nieuw. En het mooie van die stem vind ik dat dat niet alleen maar een stem van de toekomst is. Het is een stem die ook nu klinkt. Een stem die vanuit de toekomst naar ons toekomt. Het is de liefdesstem. Daar zal ik mijn Heer moeten luisteren naar zijn liefdesstem. Dat vind ik altijd een prachtige zin uit dat lied. Lichtstad met uw paren poorten. Ik ken het eerlijk gezegd niet zelf vanuit mijn jeugd. Ik leer het eigenlijk pas kennen toen een kleine 5 jaar geleden mijn moeder overleed. Ze was de laatste maanden van haar leven in een hospice en haar laatste dagen nam ze afscheid van verschillende mensen, ook van Joke en van mij. En ze gebruikte dan deze woorden, tot ziens in het nieuwe Jeruzalem. Zulke laatste woorden vergeet je niet zo snel weer. En in die periode ontdekte ik dus dat lied, Lichtstad met uw parelenpoorten. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdesstem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. Dat geeft veel troost. En dat is geweldig mooi en dat is ook genade van God dat hij ons troost. Met dat prachtige beeld van een schitterende stad. Vol licht, vol goud. Zo mooi dat we het ons nauwelijks kunnen voorstellen. En er zal ongetwijfeld ook prachtige muziek zijn. Mooier dan alle harde orgelmuziek hier op aarde bij elkaar. Maar let op, het is niet alleen daar. Want we kunnen ook zingen, hier zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdesstem. Het is niet alleen daar. Het is ook hier. En we kunnen stil worden. En als we dat doen, kunnen we luisteren naar die liefdesstem. Een stem die liefdevolle dingen zegt. Een stem die lieve woordjes fluistert. Waar we allemaal naar snakken. Zijn liefdesstem. Die zegt, ik zorg voor je. Ik troost je. Ik hou van je. Ik help je. Ik ben er voor je. Ik geef je mijn genade. Ik ben er. Alle dagen. Ik wil jullie uitnodigen om nu te gaan staan om samen een mooi danklied te zingen. Ik wil u, o God, mijn dank betalen.
Zullen we samen danken? Dank u wel, Heer God, dat we danken kunnen. Het is ook niet moeilijk om dankbaar te zijn als we terugkijken op wie Johan is geweest. En als we ons herinneren hoe hij er was voor Henny en de kinderen en de kleinkinderen en voor familieleden, voor de mensen die hij ontmoette in zijn werkzame leven, voor wat hij mocht betekenen in de kerk, op zoveel andere plekken. Heer, geef dat we die herinneringen koesteren en dat we ook geloven dat voor alles wat er niet goed was, vergeving is bij u. Wij bidden u nu of u met ons mee wilt gaan. Allereerst met Henny, nu ze alleen verder gaat, zonder... Deel uw liefde aan haar uit de komende tijd. Door haar kinderen en kleinkinderen en door alle mensen die in verbondenheid om haar heen staan. En wilt u zo ook met de kinderen en de kleinkinderen meegaan en kracht en troost geven. En Heer, als we straks op de begraafplaats zijn, geef dat we dan niet alleen in het graf, maar ook over het graf heen kunnen kijken. Met in onze harten gedachten aan een toekomst vol van hoop. Dat vragen we aan u, uit genade, door Jezus. Amen. Zingen we nu het lied Op U Mijn Heiland Blijf Ik Hopen. En daar blijven we even bij zitten. Het is al veel staan hè, voor Henny ook. Maar we blijven even zitten bij dit lied. Ja, en als je wilt staan... Dan mag het, oké. Okay, ja. Nou, dan mag Henny blijven zitten en dan gaan wij allemaal staan. Ja? Oh,
Een dankwoord, zo aan het eind van de dienst. Het lijkt een beetje een formaliteit, maar het is voor ons als familie belangrijk om te onderstrepen hoeveel steun we hebben ervaren van iedereen de afgelopen tijd. Aan alle berichtjes, telefoontjes, appjes, bezoekjes, te veel om op te noemen. Ook te veel mensen om op te noemen, dus daar kunnen we helaas niet aan beginnen, zouden we graag doen. Maar we willen toch even een paar namen eruit pikken. Allereerst het personeel van het Zonnehuis, in het bijzonder van de Dinkelstraat waar mijn vader verpleegd is. We hebben gezien hoe jullie onder hele moeilijke omstandigheden jullie werk doen. En jullie hebben tot laatst toe papa met alle liefde verzorgd. Bedankt daarvoor. We willen Jos bedanken. Sowieso dat je vandaag ons wilt voorgaan in deze dag van afscheid. Maar ook voor je trouwe bezoekjes. Papa en mama hebben er heel veel aan gehad. Hartelijk dank daarvoor. Henk en Gerben, bedankt. Jullie worden liever niet genoemd, denk ik, maar toch. Ik doe dat even ook om te onderstrepen dat papa Henk de opdracht heeft gegeven om het ogen te laten jubelen. Voor mij is dat heel goed gelukt. En dus als u zich afgevraagd heeft, wat speelt die organist nog uitbundig? Dat was opdracht van de baas. Freda, jij ook bedankt voor je begeleiding deze week. En iedereen hier, bedankt voor jullie komst, voor jullie steun op deze dag. Bedankt namens de familie. Dankjewel, Alco. We zijn nu aan het einde gekomen van dit deel van de afscheidsdienst van het leven van Johan Mol. We zetten de dienst voort op de begraafplaats en daarvoor bent u allen uitgenodigd. Het is begraafplaats Kranenburg. U kunt daar op eigen gelegenheid heen gaan. De rouwauto die wacht op de oprijlaan en u kunt parkeren en dan vormen we een lopende stoet naar het graf. Het is op dit moment, het is 10 voor 12, precies een week geleden, Marieke, dat jij contact zocht. Of ik nog wilde komen om nog een keer te bidden met Johan en Henny. En ik kon gelukkig meteen komen. En zo heb ik samen met jou, Henny en Johan, ik heb jullie de handen opgelegd. En we hebben gebeden en gezegend. En jullie waren daarbij, Monique en Marieke. En het was een kostbaar moment en diezelfde zegen, die gaat nu met ons allemaal mee. Ik wil jullie uitnodigen om daarbij te gaan staan. De Heer zegent jullie en hij beschermt jullie. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jullie schijnen en is jullie genadig. De Heer wendt jullie zijn gelaat toe en hij geeft jullie vrede. Amen.